De Service Stations Exploitantenbond, SSEB, gaat binnenkort in een algemene ledenvergadering enkele voorstellen van de regering overwegen, zegt de voorzitter van de bond, Guno Kastelen, in gesprek met onze nieuwsdienst. Gisteren hielden alle leden de deuren van hun ondernemingen voor enkele uren gesloten uit ontevredenheid over recente maatregelen. We hebben mandaat om te onderhandelen. En aangezien we nog niets concreets hebben, het enige punt dat we moeten bepalen is dat de leden akkoord gaan om deze keer die 25 cent te laten liggen. Dat moeten we in een ARV voorleggen, maar we gaan dat nog niet doen omdat er twee opties zijn. Dus we willen eerst uit onderhandelen. Kastelen zegt dat de vertegenwoordigers van de regering wel goede argumenten hebben voorgelegd. De bond wil tot een punt komen waar zij op één lijn staan met de regering. Volgens Kastelen is Roy Boudou van Roy Boudou Enterprises, die zijn pompstations gisteren normaal openhield, geen lid meer van de organisatie. Daarom zeg ik dat het een half resultaat is. Want de regering zegt dat. Want de regering gaat dat nu ook in een brief aan de oliemaatschappijen kenbaar maken. Maar u merkt dat los van meneer Boudou, die alleen maar met rancune maatregelen in het nieuws komt, geen van de oliemaatschappijen reageert op de inhoud van de issue. Om te zeggen van ja, jullie hebben gelijk of nee, jullie hebben geen gelijk. We gaan die koers, die bedrijfsmarge niet aanpassen met de koers. Want daar moeten we het van horen. Als zij zeggen akkoord, dan moeten ze die bedrijfsmarge dan aanpassen. Okay. Dus, maar in ieder geval, de regering heeft al bevestigd dat die koers is aangepast. Dus moeten we met die maatschappijen nu ook. De regering heeft wel aangegeven bereid te zijn. Zeg, hoewel het niet hun pakje aan is om onbemiddellijk de rol daarin te vervullen. Kastelen zegt dat de staking van de SSEB-leden tot nader orde is opgeschort. Van een opheffing is er nog geen sprake. Aan de hand van wat er de komende dagen uit de bus komt, zal worden beslist als de staking definitief wordt opgeheven of niet.